Welkom bij een nieuwe vlog. Goedemorgen, welkom. Ik ben René. En ik ben Cezo. En we zijn onderweg naar de Peugeot dealer. Ja, super gaaf. Ja, in Den Haag. Volgens mij bij de Kerkentuinen. Want hij heeft ons gevraagd om een proefritje te gaan maken in een van zijn powercars. Dus ik ben heel benieuwd wat hij voor ons heeft klaargezet. Ja, we gaan het zo zien. Hartstikke leuk. Zitten we goed, baby? We zijn bij de Peugeot dealer. Even kijken. Autootje, kun je het i'tje, TDI'tje? Ja, APK'tjes, PK'tjes, LB'tjes, BB'tjes. Ja? De banden, diepe banden, harde banden, softbanden. Mooi, goed verhaal. We gaan naar binnen. Cool. Hij is ook LBS, zie ik. Wat? Linker buitenspiegel? Ja, en een rechter buitenspiegel. Nou, lekker hoor. Die auto ook, hè baby? Vet cool. Van vorig jaar, 2017, een demonstratiemodel en heeft 5.500 kilometer gereden. En zoals ik al net zei, een 208 GT bij Peugeot Sport, 208 pk. En zo wordt het niet vandaag. Ja, wat mooi, ja. Soms komt er nog meer door zelfs. Zoals het hier staat kost het ongeveer 35.000 euro. Okay. Misschien hebben we een mini om in te ruilen. Ja, we hebben toevallig niet meegenomen. Ja, dat is jammer. Nou, we gaan een ritje maken. Ja, leuk. Geniet ervan. Wat hebben we? Nou, dat komt goed. Super. Het zit wel lekker, hè? Ja. Was die mij? Auto staat je goed. Dat is toch lekker, hè? Nog een keertje, baby? Hè? Nog één. Not bad at all. Oh, een lekker bakertje hoor. Nee. Oh. Over 200 meter op Nebel duurt dat toch natuurlijk. Wat vind je dat tot nu toe van, schat? Ja, heerlijk. Ik bedoel, hij rijdt lekker. Ik moet wel zeggen dat hij. Ik vind niet dat hij, zeg maar, als je gas geeft, dat hij meteen zeg, pff, alleen hoog in de toeren.
dat wel. En nee, maar verder is het echt een lekker bakkie. Ja, het is alleen dat je wel, je moet wel echt even onder controle hebben, want inderdaad, hij remt vrij abrupt of hij gaat vrij abrupt. Het dus daar word ik allemaal een beetje misselijk van af en toe. Maar verder, hij rijdt echt hartstikke lekker, hij ziet er goed uit, hij is echt heel tof. Ja, het remmen is inderdaad wel heel, als je maar een klein tikje geeft, dan is het gelijk. Ja, precies. Dus ja, maar ja, dat is met elke avond natuurlijk, dan moet je echt dat even... Dat blijft lekker. Ja. Nou. Nou ja, verder heb ik mijn best gedaan voor je. We zijn nou bij MR Motoren geweest in Rotterdam volgens mij. En we staan nu voor de deur bij een andere motorzaak. En we vinden het onwijs opvallend dat je dus gewoon een zaak binnenkomt en dat er gewoon niemand, maar dan ook werkelijk niemand naar je toe komt. Nee. Hier zitten ze te vergaderen, daar gaan ze blijkbaar liever mee door. Ja. Dan dat ze naar je toe komen om een motor te verkopen. Ik roep maar wat. Ja. Het is echt ongelofelijk. We zijn nu naar 3 zaken geweest. En bij eigenlijk alle 3 konden ze geen fatsoenlijke goedemorgen zeggen. Ja, ja, alleen die man. Ja, in het begin. Maar dat duurde ook even. Totdat hij ons had gespot. Ja, vond je? Jawel. Maar daarna kwam hij wel naar ons toe. Dus dat was oké. Okay. Maar die andere 2 grote motorzaken gewoon 0. Onbegrijpelijk. Ik vind het echt onbegrijpelijk. Ja, ik ook. Maar ja, their loss. Graag of niet, ja. Afwerking is wel echt nice. Ja. Ja, ja, tof bakkie hoor. Ook een fietsje gekocht. Nou, toch maar een 4 hielen. Ja, precies. Ja. Maar hoe ging dit? Ja, ja, super. Dit ging lekker. Ja, man. Ja, we vinden het lekker, maar we doen het toch maar niet. Nee, nee. Ja, ja, dat is gebeurd. Dat is weer jammer. Echt sparen. Ja. Nee, maar hij reed super lekker. Het is alleen, je merkt wel gewoon, je moet je auto echt even kennen. Want anders krijg je te veel van die te hard gegeven. Die remmen, joh. Dat is echt een beetje aan het tikken. Ja, ja. Hij rent zoals het moet. Ja, ja, nou inderdaad. Hij zegt, zullen we nog even een remproefje doen? Ik zeg, nou, doe maar niet. Ik denk dat je gewoon insta-stil staat gewoon. Ja. En je echt je hersenen tikken. Een beetje motorrijden, een remproefje en een hellingsproefje. Ja, precies. Ja. Maar geen slalomproef gedaan. Ritje gemaakt. Peugeot 208 GTI. Ik heb niet bijzonder veel verstand van auto's, maar ik kan met een oprecht hart zeggen dat deze auto wel op mijn verlanglijstjes kan staan. Lekker schakelen. Ja, wat moet ik nog meer zeggen? Hij zit lekker op de weg. Goede bandjes.
Ja. Nee, hij zit lekker, hij rijdt lekker. Je moet hem even onder controle hebben, want als je te veel schopt, want te snel, snelheid of te snel remmen, daar word ik persoonlijk een beetje misselijk van. Maar hij rijdt echt super goed. Dus ik zou zeggen, ga naar de Peugeot dealer op de Kerkentuinen en vraag jouw proefritje aan. Wil jij een echte auto? Peugeot 208 GTI. Ga naar de Peugeot dealer op de Kerkentuin, Peugeot Davo, en vraag jouw proefritje aan. Peugeot Davo. Zoek ze op Facebook. Duimpje omhoog. Doei. Ga jij rijden? Ga jij terug? Doei. Mag ik rijden? Doei. Wacht even. Hallo? Hallo? Ik ben er. Nou, dat is. Dus. Ik ga niet echt weg zonder mij, hè? Grappie. Oké, dan grappie.